De bekende Vlaamse komiek Jacques Vermeijren was op uitnodiging van MaanTV te gast in het kunstencentrum Moonbeat te Mechelen. Hij kwam er vertellen over zijn zaalshow in Mechelen, zijn verleden als acteurstudent in het Stedelijk Conservatorium, zijn toekomstperspectieven en zijn nauwe band met Mechelen. Ja, dus ik ga nog eens optreden in Mechelen. We zitten in het oude Mechels Miniatuurtheater, waar ik ook gespeeld heb. En wij treden zaterdag en zondag op in de Stadsschouwburg van Mechelen, waar ik vroeger, want ik heb gestudeerd voor acteur, Stedelijk Conservatorium, met Jacques Van Assen en René Verret. En dan moest ik mijn examen doen in de Stadsschouwburg. En dan heeft hij, ik denk 10 of 15 of 20 jaar stilgelegen. Dan is die volledig gerenoveerd. Dus voor mij is het een blij weerzien. Jacques Vermeijren was verrast door het onverwachte succes van zijn theatershow 5 voor 12. Vermeijren sprak 3 jaar geleden al over een nieuwe zaalshow. Vandaag, na vrolijk oponthoud in films, tv-reeksen en musicals, voegt Jacques de daad bij het woord. Die nieuwe zaalshow is een feit. Eindelijk, het is 5 voor 12. Jacques, u bent al niet meer van de jongste. Wat zijn uw toekomstperspectieven? Ik ben niet meer van de jongste. Jij moet niet veel zeggen, hè. Mijn toekomst? Nee, ik ben 61. Ik word nu 62. Dat is niet meer van de jongste, inderdaad. Ik ben blij dat ik dit mag doen. Ik heb gezegd dat als ik deze show 2 jaar kan doen, want ik speel graag op lange termijn, dan sluit ik niet uit dat er nog een tweede gaat komen. Ik had gehoopt om 12 optredens te doen in 5 steden. 5 voor 12. Dat was op 1, 2, 3 uitverkocht. We hebben er nog 10 bij gedaan, maar dat was ook uitverkocht. We hebben er nog 70 bij gedaan. Dat is een droom, is een groot woord, maar dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat er zoveel volk ging komen. En de verrassing is dat er veel jonge mensen komen kijken. En dat had ik echt niet verwacht. Ik had verwacht zo de generatie van vroeger, maar in groepen komen ze. De mensen tussen 20 en 40 jaar. En dat maakt dat er veel volk komt. Vermeijren is vooral bekend als de zeer populaire garagehouder Dimitri de Tremery in de Vlaamse serie FC de Kampioenen. In het voorjaar van 2010 kwam hij na 12 jaar afwezigheid eenmalig terug in de serie. Hij speelde voor de laatste keer deze rol in het komische programma Tegen de Sterren op VTM. Jacques, theater of televisie? Theater. Theater is, daar gaat mijn voorkeur naartoe. Heb ik voor televisie veel leuke dingen mogen doen. Ik heb toch ook de Kampioenen mogen doen. Dat is toch, vind ik, zo het belangrijkste dat ik voor tv gedaan heb. Buiten Doei Jacques en De Drie Wijzen. Maar als ik echt eerlijk ben, en nu dat ik het weer meemaak, het was lang geleden, theater. Voor een volle max staan. En het zal ik er mogen uithangen, dat doe ik liefst, ja. Jacques Vermeijren heeft een groot gedeelte van zijn leven in Mechelen doorgebracht. Hij woont nu in Keerbergen, maar hij komt graag naar Mechelen. Hij is vooral verrast door de vele veranderingen die de stad Mechelen de laatste jaren heeft ondergaan. Hij mag zich terecht een halve Mechelaar noemen. Ik ben meer dan een halve Mechelaar. Ik ben geboren in Antwerpen. Mijn ouders waren van Oost-Vlaanderen en van mijn 2 jaar af ben ik gaan wonen in de Lange Heirgracht, waar nu een watertje ligt. En ik heb hier gewoond in Mechelen tot mijn 7 jaar. En dan ben ik verhuisd naar Bonheide. Maar ik heb al het school gelopen in Mechelen, Sint-Romuids College. En toen nog hier op de Schuttersvest de normale school die nu verdwenen is. Jacques, hoe dikwijls komt u naar Mechelen? Ah, wel, ik moet zeggen, ik kom niet meer zo heel veel naar Mechelen. En dat heeft te maken met parkeren. Echt waar, dat is het probleem van elke stad. Mechelen heeft te weinig parkeerplaatsen. Als ik Mechelen binnenkom, kom ik langs de Keizerstraat, langs de Stadsschouwburg. En dan heb je de parking van de Veemarkt, die staat meestal vol. En dan leiden ze je rond. Het heeft met parkeren te maken. In de week durf ik nogal eens komen, maar in de weekend is dat onbegonnen werk. En komt u graag naar Mechelen als u dan komt? Ik kom zeer graag naar Mechelen. Mechelen is mijn stad, ik voel me hier ook thuis. Maar zoals ik zei, door het parkeren... Gaat dat wat minder nu. Zijn er plaatsen die onlangs gerenoveerd zijn, die u in het oog vallen? Boah, het is onwaarschijnlijk in Mechelen. De keren dat ik kom, hier wordt constant verandering gebracht. Heel die stad is aan het ontploffen in goede zin. Dat is een levendige stad geworden, dat wel. Soms loopt er aan de vismarkt, dat klein straatje. Dat is er allemaal veranderd. Nee, maar het is wel in de positieve zin dat Mechelen verandert.